Bushouders van het zorgvervoer die van NVB die kunnen niet langer uit eigen zak meer betalen. Dat hebben wij al geruime tijd gedaan, maar de rek die zit er al helemaal uit. We gaan naar de feestdagen. We hebben ook onze eigen gezinnen, we hebben ook onze eigen kosten, geven de bushouders aan. Die aangeven waarom zij de bussen nu in de garages houden. We spraken met hun bij Zorgvervoer NVB aan de Kafiloudistraat en zij reageerden als volgt. We zijn gestart in oktober van dit jaar en we zijn gestart met 0 cent. Ze hebben ons gevraagd en we worden niet betaald. Dus na maanden niet gereden te hebben vanwege de COVID-situatie, zijn de bushouders op 20 oktober wederom gestart met rijden. De bushouders zijn gestart met het rijden, ondanks het feit dat hun niet duidelijk was wat hun nieuwe huurtarief zal worden na de verhogingen van benzine, onderdelen en goederen ten behoeve van levensonderhoud de afgelopen periode. Er zou in begin november met de bushouders teruggekoppeld worden over het nieuw tarief, het nieuw huurtarief. Echter tot heden is er daarover geen duidelijkheid. De betaling voor de gereden dagen in oktober zou eind november plaatsvinden. Echter hebben de bushouders tot heden nog niet ontvangen. Gelet op het feit dat vandaag 15 december en met het oog op de komende feestdagen wordt er een beroep gedaan op de overheid dat de overheid in deze het Nationaal Vervoerbedrijf NV de betaling zowel oktober als november 2021 wordt gestort. We hebben het werk niet gestagneerd, maar we hebben geen geld om te tanken, begrijpt u? En als je niet kan tanken, dan kan je het werk ook niet uitvoeren. En hoe je draait of keert, we rijden mensen met beperkingen. We zorgen ervoor dat die bussen in optimale conditie zijn. We hebben de protocollen in acht genomen. Meneer, we moeten om de twee weken een sanitizer zetten in de bussen. Ja, dat ding kost 230, 240 gulden. Maar we maken geen grappen. Voor de veiligheid van de mensen met beperking en ook voor ons natuurlijk. We zorgen ook ervoor dat die mensen getemperatuurd worden helemaal, weet je. Maar dan krijgen we nu dit, weet je. Het is toch niet leuk. Dus echt, we zijn, dit is echt bodend voor ons. Dat we niet verder kunnen gaan, snapt u? We willen graag dat de minister de instanties voor ons overmaken, zodat we verder kunnen gaan. Want zo gaat het niet. Ja, wat ik dus wel goed wil vaststellen, is dat jullie het werk gewoon uitvoeren. Niet dat jullie in actie zijn of zo. Nee. We moesten stoppen, omdat we niet verder kunnen gaan. We hebben geen geld, we hebben geen middelen, we hebben geen geld om te tanken. En als je geen geld op te tanken, dan hoe ga je verder? Meneer Ganesh, we zijn begonnen met 0 cent. Begrijp je? We zijn in oktober, ze hebben ons uitgenodigd, we zijn gekomen. Met 0 cent zijn we begonnen. Dus, en dat wat ik net voor je heb voorgelezen, dat was hun voorstel. Maar tot de dag van heden hebben we niets gehoord. Begrijpt u? Dus dat is het eigenlijk dat we hier zijn. En we kunnen niet verder. En we wachten nog steeds, maar we horen niks. En hoe groot is de groep? De bushoudersgroep is 7 tot 8 personen. 8 bushouders die hier zorgvervoer rijden. Maar je weet wel, die mensen met beperkingen en die niet goed ter been zijn, andere fysies en zo. Dus je hebt van die aangepaste bussen? Ja, ze hebben van die aangepaste bussen. En we nemen alle protocollen in acht. We maken geen grap, er zijn geen klachten van ons. Dat kunt u altijd navragen. Maar dit is echt een beetje te veel voor ons. Ja, dat is het. En met de feestdagen ook straks moet je kijken, we kunnen onze zaken niet regelen. We moeten ook verzekeringen betalen. Deze maand is onkastenmaand, toch? En natuurlijk, je hebt zoveel dingen dat je moet doen. Die arbeiders, chauffeur moet je betalen. En ja, dat is het. Gaan jullie nog wat zeggen? Ja. Dan kunt u een beetje Het is niet dat we niet willen werken. We willen werken. Maar als je dat kapitaal niet hebt, hoe ga je dan in staat zijn te tanken? Dat gaat niet lukken. Ja, hoe lang rijdt u? Zo, hoe lang ik rijd? Heel lang. Mm-hmm. Ja. En u zegt dus zonder kapitaal is het niet te doen? Nee. Niemand gaat dat kunnen doen zonder kapitaal. Dus jullie moeten steeds in jullie eigen zak gaan? Ja. Oké,
En nu kan het dus niet meer? Jullie hebben geen geld meer? Nee, helemaal niet. We hebben helemaal geen geld om meer te tanken. Ja toch? Hoe ga je tanken? Je moet toch geld hebben en elke dag moet je misschien 400 SRD of 455 SRD neertellen. Als je maandenlang moet neertellen, tel hoeveel geld het wordt. Elke keer moet je bedelen voor je eigen geld die je gewerkt hebt. Het is helemaal niet leuk voor ons om steeds te gaan bedelen voor je eigen geld waarvoor je gewerkt hebt. En zo zijn we de situatie ook al begonnen. We zijn niet in staking, maar we kunnen helemaal niet meer voorschieten. We hebben helemaal geen geld meer. Dat was het. Maar hoe doet de doelgroep het dan nu? Ze zijn verstoken van vervoer? Jawel. Ze zijn wel verstoken, ja. De meeste zijn hele arme mensen, mensen die het heel moeilijk hebben. Ze bellen ook elke morgen van wanneer begint de bus. Ik kan mijn kindje niet met de bus zetten, want de bus kost heel duur. En je moet je buschauffeur moet je ook elke week of elke maand betalen. Straks is het kerst. Hoe ga je als bushouder je buschauffeur al een presentje kunnen geven voor de feestdagen? Als je niet wordt betaald als bushouder. Dus ja, al die dingen zijn daar. Een busband alleen kost al 3000 SRD. Olie, we worden nog steeds voor de prijs van 7 SRD betaald. Nog niets is besproken met ons. We kunnen geen antwoord van ze krijgen. Wat voor tarief we krijgen van ze. Er wordt helemaal niet met ons gecommuniceerd. Ja. We zijn gewoon aan ons lot overgelaten. We zijn gewoon aan ons lot overgelaten. U hebt het gehoord van die bushouders. En we kunnen zo niet verder gaan. Net wat ze zegt, je moet je chauffeurs ook wat geven. Begrijpt u? Onze gezin, we hebben ook gezinnen thuis. Die we moeten verzorgen. Onze lasten. Bedrijfsvoering. Net wat ze zegt, onderhoud van bussen. Remschoenen. En die bussen rijden hoor meneer. Die bussen rijden verschrikkelijk. Maar goed. Dat was het eigenlijk van mijn kant. Nee, maar even ter verduidelijking naar die gemeenschap. Hè? Ja. Ik wil dat die gemeenschap dit goed begrijpt. Dus jullie rijden mensen met een speciale hulpvraag. Ja? En het zijn wat scholieren, mensen die aan het werk moeten, mensen die naar de instellingen moeten. Wat is het precies? Ja, dat is ja. Het. Dat is het. Wat u zegt, dat is het precies. En de mensen zijn nou verstoken. En ik kan me voorstellen dat het lastig wordt. Maar die kinderen vinden het fijn als die bus eraan komt. En dan weer begrijpen. Ja, dat is de enigste... dat zijn de enigste uurtjes dat die kinderen even uit huis kunnen gaan. Ja. Naar de school of naar de werkplaats of waar ze zich kunnen bezighouden. Er is niets anders dat zo'n kindje kan doen. Dus waarom zouden we ze dan nu thuis moeten laten zitten? Terwijl de staat wel... Waarom wordt er wel gewoon onderwijs verzorgd? Hun worden wel betaald. Ook niet op tijd, maar er wordt wel voor hun betaald. Maar zorgvervoer wachten we al zo lang op ons geld en er is nog steeds geen verhoging besproken. Dus ja, het is lastig voor zulke kindjes. Dus uw oproep? Dat de staat een hoor doet aan ons. Ja. Dat ze de verplichtingen van ons nakomen. Dat ze de betalingen voor ons regelen en dat we hebben gezegd. We hebben gevraagd, we schrijven ook brieven naar de instantie toe. Maar we krijgen geen reactie. Naar de directeur hebben we geschreven, maar we hebben niks gehoord. We zijn gewoon aan ons overgelaten, maar kijk, dit kunnen we echt niet meer, het emmertje is al vol. Dus vandaar dat we hebben gevraagd van, weet je, laten we een interview afleggen. Niet dat we het werk niet kunnen doen, niet dat we het werk staken, maar we hebben geen geld om te tanken, meneer Wijzij, meneer Ganes. Zodra ze de geld op jullie rekening overmaken, beginnen jullie dan vanaf morgen te rijden. Precies, inderdaad, meneer Ganes, dat is het, hoor.